16 januari, de dag van een verschrikkelijke tragedie. 16 januari, de dag dat mijn ouders verloren. De dag waarop familie en vrienden Sam en Ineke verloren. De dag waarop mijn ouderlijk huis aan Sam en Ineke geleverd werd. De geboortedag van mijn vader, die 25 jaar niet meer onder ons is. Nooit had het zover mogen komen. Toch is het gebeurd. Ook hebben een vader verloren. En Gerda Solbeet, de dag dat mijn moeder haar zoon verloor en mijn schoonmoeder haar schoonzoon. De levens van beide families zullen nooit meer hetzelfde zijn. Het leven ligt in puin. Het leven is een ruïne. Woorden kunnen niet beschrijven hoeveel spijt ik heb. Ik kan het niet goed maken. Of liever nog, teniet doen. Wat er ook allemaal aan vooraf gegaan is. Het rechtvaardigt niet wat er op 16 januari gebeurd is. Het moment waarop het gebeurde, was ik mezelf niet. Om uit te zoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, werk ik dan ook mee met het onderzoek van het Pieter Baan Centrum. Dit had zo anders gekund en zo anders gemoeten. Ik hoop dat de nabestaanden veel steun bij elkaar mogen vinden. Ik hoop dat jullie de kracht en steun vinden om door deze moeilijke periode heen te komen. En dat ondanks alles mooie herinneringen aan hun ouders mogen bewaren. Aan de nabestaanden bied ik dan ook mijn oprechte excuses aan. Maar ook bied ik mijn excuses aan aan mijn gezin, familie en vrienden. Kinderen mogen nooit hun ouders verliezen op zo'n jonge leeftijd. En zeker niet op deze manier. Ook zou het niet zo moeten zijn dat ouders hun kinderen overleven. Nogmaals mijn excuses. En ik hoop dat de nabestaanden mij op enig moment kunnen vergeven. Vergeten kunnen ze het nooit. Mochten ze ooit behoefte hebben aan een gesprek, dan sta ik er zeker voor open. Ook hoop ik dat mijn gezin, familie en vrienden het mij kunnen vergeven. Leiderveen zal nooit meer hetzelfde zijn. Ik had het zo graag anders gezien. Zo graag. Ik wens iedereen veel sterkte voor nu en de toekomst. Sorry. We'll be right back.